19 jaar, erg jonge man nog. Mitarski. Nee. Savov, harde jongen. En buitenspel, ja, inderdaad. Nee, doorspelen, zegt hij. Kansje voor Georgiev, Georgiev. Ja, ja, het is gebeurd, 0-1. Kijk maar eens. Onvoorstelbaar. Ik dacht dat het buitenspel was. Dat moeten we toch nog eens bekijken. De scheidsrechter keek naar zijn lijnrechter, die zwaaide niet. Gaan we het zo zien. Savov. Tussendoor. En daar komt dan plots de grote Georgiev. Simpel eigenlijk. En dan met links binnen duwen 0-1. Dat wordt moeilijk. Antwerpen moet nu al twee keer scoren. Ja, ja. 0-1. Wat gevreesd werd vooraf is nou na Mitarski. Ja, ja. Er moet gespeeld worden ondertussen. Gaan ze het dan toch afmaken? Mitarski, nee. Ze zijn meer op training bezig. Die Bulgaren laten het hier liggen. Ze zijn moe. En altijd maar discussiërend met elkaar. Praten, praten, praten. Gelukkig is de verstandhouding niet de best. Anders had het hier al meer dan 0-1 kunnen zijn. Galinkirchen. Ja, ja, die is binnen. Galinkirchen. Onmogelijke hoek. Het is gebeurd. Het is misschien te laat, maar het kan nog. Ralf Galinkirchen. Ja, ja. De man die was in ongenade gevallen. Scoort nu. Daar moeten we nog eens naar kijken. Zdravkov verrast. Doordat hij niet echt voorzette, maar meteen op doel gaf. De paas van Lenov op Galinkirchen, die is snel dus. Allebei zijn ze snel. Ja, ja. Buitenkant voet een beetje. En Zdravkov volkomen verrast. Het staat 1-1. Het kan nog. Ondertussen vervanging bij de Bulgaren. Ook om tijd te winnen, dat kennen we. Het gekende procedé. Kaupe zegt dat het even mag. Nummer 13 komt erin. Dat moet Dinko Gospodinov zijn. Als onze inlichtingen goed zijn uiteraard. Als dat scheidsrechterblad, waar ik dus een kopie van heb, helemaal juist is. Gospodinov, maar met veel ervaring, een van de ouderen. En hoeveel tijd hebben we nog? De stadionklok geeft het niet aan. Mijn klok heeft nog zo'n 5-6 minuutjes. En het heeft even stilgelegen. En nu moet het nog kunnen. Iskrenov kan de bal houden. En gaat dat nu ook uitspelen. Jordanov is eraf. Was ook geblesseerd voor de wedstrijd aan de Lies. Iskrenov. Naar Savov. Sterke jongen moet dat zijn. Komt van helemaal achteraan. En Antwerpen dus nog altijd met 10. Laten we dat niet vergeten. Frankie de Kenne afgevoerd op een draagberry. En er waren al twee vervangingen doorgevoerd. 5 minuutjes nog. Kom. Moet nog kunnen. Gezang is begonnen op de tribunes. Beetje laat. Maar we zullen zien. Iskrenov snel natuurlijk. Ja, het is gebeurd. Ja. Moest er van komen. Donkov moet dat zijn. De invaller Donkov. Georgi uiteraard met de voornaam 1-2. En nu moet Antwerpen 2 maal scoren in die luttele minuten om door te gaan. Ze staan er allemaal. De voorzet van Iskrenov en eindelijk vinden ze elkaar dan. Donkov schuift die bal door de benen van Wim de Koning. De Bulgaren hebben heel wat jaren. Zijn iets minder scheutig om naar voren te trekken met z'n allen. Oeh, Klaas. Ja. Iskrenov ondertussen aan deze kant buitenspel natuurlijk. Maar ja, hij is teruggekomen. Mitarski, 1-3. Ja, ja. Hij maakt het dan zelf maar af. Mitarski, eindelijk heeft hij gescoord. Hij heeft er heel wat kansen voor nodig gehad. Gefeliciteerd door Grujev. Maar Iskrenov die wandelde weer terug van meters buitenspel. En Mitarski 1-3. Antwerp moet de kelk tot op de bodem leiden. U ziet daar Iskrenov en dan kwam hij nog terug. Vallend maar binnen nu. Het is gedaan. Antwerp zal de tweede ronde niet bereiken van de UEFA-beker. Mitarski wel. De lijnrechter aan deze kant.
De heer Prohaska. Hij heeft ook al betere dagen gehad, dacht ik zo. Ja, speelt die man mee of niet, Iskrenov? Dat is de vraag. Beïnvloedt hij het spel of niet? Dat is al ettelijke keren gebeurd, ook in Sofia trouwens. Komt steeds op zijn gemakje terug. Zijn conditie is niet wat het moet zijn. Ja. Leenhoff. Oei. Een gebaar dat niet hoort. Ja, en in de Duits, dat kan allemaal. Maar Kauper die geeft geen kick. Doet of hij hoort dat helemaal niet. Ontgoocheling is groot. Niet bij deze man, wel bij Leenhoff. Nee, deze keer niet. De 90 minuten zijn ondertussen rond. De koning nog met een paas. Hoebrechts goed. Leenhoff misschien. Klaassen wacht. Leenhoff. Klaassen, gaat hij dan toch scoren? Ja, 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 hij gaat het doen. Het is te laat, maar het is gebeurd. 2-3. Nico Klaassen. Nico Klaassen heeft gescoord. 2-3. Maar het is afgelopen. De 90 minuten zijn rond. Toch nog eens kijken. Een wippertje van Hans-Peter Leenhoff. En Nico scoort eindelijk nog eens. Zijn tweede doelpunt van het seizoen. Eerst in de Europa-beker. Maar het levert niks meer op, denk ik. Alleen een beetje zelfvertrouwen, hopelijk voor hem in de volgende wedstrijden. Iskrenov, 2-3. Dat is de stand. Net de stand ook een paar jaar geleden tegen Lens. 2-3. Mitarski, maar het is nog niet gedaan. Het kan nog wat anders worden. 2-4 bijvoorbeeld. Iskrenov buitenspel. Ja, waarom niet? Antwerpen moet nu nog twee keer scoren. In blessuretijd, wie weet. Leenhoff, kijk eens. Allemaal op het eind komt het. Hoebrechts, nee. Net niet precies genoeg die paas. 2-3, dat was ook de uitslag een paar jaar geleden tegen Lens. Na een 2-2 in Lens. En Antwerpen lag er toen ook uit. Europees wil het niet meezitten. Ze hebben ervoor gevochten, want dat kun je ze zeker niet verwijten. Conditioneel zitten ze goed. Broekaert en de koning, ja, in één tijd. Klaassen met de borst. Alles kan nu. Leenhoff buitenspel. Het is wel binnen. Nee, nee, telt niet. Het kan allemaal niet meer baten. Het is afgelopen. We spelen ondertussen ruim een minuut over. Maar kom, de kennen, dat heeft wat geduurd. Nog even opnoemen. Eerste doelpunt van Slavchev, wel degelijk. Dan Geilenkirchi. 1-1. Dan Donkov. Mitarski. En daarnet Nico Klaassen. Zijn doelpunt kwam te laat, jammer genoeg. Smits, zeer verdienstelijk. Zoals steeds. Frans van Rooij. Hoebrechts, nee. Smits, altijd ertussen. Smits, Geilenkirchen, Hoebrechts, Geilenkirchi. Begint te lopen nu. Nee, net buiten de 16 meter. Er niet binnen, zegt Kauper. En Kojev zal daar tevreden mee zijn. De libero. Net iets te schuin voor Frans van Rooij om echt recht op doel te kunnen geven. Hij valt binnen uiteraard. Is niet makkelijk. Ja, oh, dat leek me binnen. Ja, binnen, 3-3. Ja. Aha. Het is weer Nico. Hij spurt naar de middenlijn. Wat gaan we nog beleven? Hoeveel minuten geeft Kauper Antwerp nog? Dat is de vraag nu. 3-3. Leuk is dit wel. Nico Klaassen, tweemaal gescoord. Maar is het omzons of niet? Dat was al bijna binnen. En dan Klaassen, strafkop tegen de mat. En ja, met volle, ja. Nu spelen die Bulgaren terug. Ja, we spelen nu al 3 minuten over als ik het goed heb. Stel je voor. Strafkop neemt zijn tijd. 3-3. Het is een mooie uitslag
op papier, maar een gelijkspel is niet voldoende voor Antwerp. 0-0 had verlenging opgeleverd. 3-3 levert alleen nog spanning op. Hopelijk meer dan dat zelfs. Van Rooij, Iskrenov staat te dicht. Allemaal de lucht in. Houbregs, Zavov. Ja, dit is alleen nog maar Holder, de Bolder in spanning. En alles naar voren, met 10 tegen 11 ook nog. Goed van Quaranta. Quaranta, nee. Wat geeft hij? Hij geeft een overtreding buiten het 16 meter gebied. Dat was wel degelijk binnen. Je kan nog zeggen dat Quaranta iedereen omver liep. Maar geeft een overtreding voor Antwerp en een vrijschop. Maar dat was zeker binnen de 16 meter. Ja, op het lijntje zullen we dan zeggen. In elk geval zou ook een fout van Quaranta kunnen geweest zijn. Want Bulgaar ligt daar nog steeds. Geel voor Quaranta wegens, veronderstel ik, verbaal protest. Kuiper even in de problemen, even in nauwe schoentjes. En dit is de allerlaatste kans. Geel voor Quaranta, inderdaad. Langs de lijn ondertussen Dimi Davidovic. Wat kan nog? Het zou onvoorstelbaar zijn. Ik zei het er straks, in voetbal is alles mogelijk. Match niet gedaan. Lenov achter de bal. En we gaan ondertussen, ja, denk ik, naar de 50 minuten. Maar de kennen zullen zeggen dat dat 6 minuten geduurd heeft. Kan het nog, kan het niet. Ja, het is gebeurd. 4-3, onvoorstelbaar, nooit gezien. Onvoorstelbaar. En wie is het? Quaranta. Het is Quaranta. 4-3. In voetbal is dus wel degelijk alles mogelijk. Moeder, zou ik zeggen. Ja, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Quaranta, net zoals tegen Standaard. De supporters het veld op. Ze moeten eraf. Ze moeten eraf, want dit levert een boete op. Parooi, iedereen stuurt ze terug. Zdravkov. Hoe is het mogelijk? Die Bulgaren laten kansen liggen op de counter. Spelen ermee.